Maar goed, vertel kort wie je bent, of lang, of we hebben toch alle tijd, we gaan echt heen. Vertel wie je bent en wat je doet. Ja, ik ben dus Max Waterman. Ik ben in het dagelijks leven softwareontwikkelaar, programmeur. Maar in mijn vrije tijd hou ik mij heel erg graag bezig met politiek en met atheïsme, vrijdenken, scheiding van kerk en staat, secularisme. Mm-hmm. En ik ben eigenlijk al sinds mijn studententijd, ik heb technische informatica gestudeerd in Twente. En eigenlijk sinds die tijd ben ik al bezig met maatschappelijke kwesties. Het was in die tijd natuurlijk heel erg actueel met die cartoon rellen en dergelijke. Welk jaar heb je het nu? Over Charlie Hebdo heb je het nu? Over... Het was echt 2007 zo'n beetje. Mm. Dat was echt de tijd dat er heel veel discussies waren over vrijheid van meningsuiting. Je had die kwestie met Lars Kierkegaard. Mm-hmm. Ik weet niet of de naam helemaal klopt hoor, maar die had een cartoon gemaakt met, geloof ik, het gezicht van Mohammed. Ja. Dat was een hele discussie over. En dat was echt in die tijd dat je heel erg veel, dat het heel erg veel ging over ook levensbeschouwing en kritiek op levensbeschouwing. Mm-hmm. Hoe ver kan je daarin gaan, noem maar op. En dat was ook de tijd dat je vooral op YouTube heel veel kon zien met mensen zoals Richard Dawkins, Christopher Hitchens, Sam Harris. En ik volgde eigenlijk heel erg veel van dat soort debatten. En ik merkte dat ik mensen zag en hoorde spreken die een beetje over de dingen nadachten, precies zoals ik dat deed, zeg maar. En ik had eigenlijk tot die tijd niet echt daar een naam aan kunnen geven. Maar blijkbaar waren dit de Four Horsemen, de atheïsten. Ja, ik wou net zeggen, de Four Horsemen of the Apocalypse worden ze genoemd, toch? Ja. Je hebt Christopher Hitchens, Richard Dawkins, Sam Harris en dan, wie is... Wie? Daniel Dennett. Daniel Dennett, ja. Nou ja, en ik heb echt ontzettend veel van hun debatten gekeken. Rond die tijd heb ik me ook gewoon in zijn algemeenheid een beetje in godsdienst verdiept. Ik ben niet religieus opgevoed. Ik heb wel, denk 2,5 jaar, de laatste jaren van de basisschool, heb ik op een soort christelijke basisschool gezeten. En voor de rest speelde het geloof niet zo'n rol in mijn leven. Maar ja, ik merkte dus dat ik wel heel erg begaan was met toch vormen van wat ik dan religieuze onrechten noem in de wereld. In die tijd bijvoorbeeld de kindermisbruik in de katholieke kerk, dat soort kwesties, weet je wel. Je zag eigenlijk voortdurend in de maatschappij, in mijn ogen, bevestiging van de dubieuze rol die godsdienst soms kan spelen in mensenlevens en vooral een beetje georganiseerde collectieve schaal. Ik zag dus in die debatten mensen die het aandurfden om daar fel kritisch op te zijn. Mm-hmm. Ik zag dus ook de reacties van mensen die eigenlijk in allerlei gradaties vonden dat verheven is boven kritiek. Dat maakte dat ik mij daar ook in wilde gaan verdiepen en ook met dat soort debatten bezig ging houden. In eerste instantie op allerlei fora. Ik heb nog een tijdje op Nu Jij gezeten, discussieplatform van nu.nl. Dat is toen gestopt. Dat is inmiddels weer live, maar dat is toen gestopt. En toen ben ik overgestapt op Twitter, zeg maar. En sindsdien ben ik daar een beetje bezig om mijn standpunt te laten horen. Ja, dus je kwam eigenlijk een beetje de mensen tegen die het atheïstische en seculiere denkbeeld heel sterk konden verwoorden. En daar ben je dus meer mee bezig gaan houden, omdat je zag dat religies
een dubieuze rol speelde in de samenleving. Dus aan de ene kant waren er heel veel mensen die religieus, of zijn er nog steeds heel veel mensen die religieus zijn, die vinden dat religie boven kritiek verheven is. En tegelijkertijd zien we dingen zoals dat cartoons niet mogen, dat kindermisbruik in de christelijke kerk prevalent is geweest. En daar wil je wat aan, daar wil je wat mee doen. Ja, precies. Ja, en ja, het was ook niet alleen maar, zeg maar dat mensen vonden dat het boven kritiek verheven was, maar ik merkte eigenlijk dat godsdienst nog in heel veel maatschappijen, in Nederland al wat minder, maar goed, ik bekeek het natuurlijk ook wereldwijd, dat godsdienst in de maatschappij nog best wel een belangrijke rol speelt. Voor iets wat op meerdere manieren toch wel in mijn ogen makkelijk te ontkrachten is, zeg maar. En dat vond ik heel opmerkelijk eigenlijk. Ik dacht toch eigenlijk van in een 21ste eeuwse maatschappij ben je toch primair bezig met wetenschap, met feitelijke zichten. Waarom zouden we nog zoveel aandacht besteden aan gedachtegoed? Wat toch varierend van 1400 tot nog veel ouder is. 2400 jaar oud. Ik had heel veel interesse in debatten waar het wat varieerde dan van over het bestaan van God. Maar wat ik zelf ook interessant vond was om eigenlijk de maatschappelijke rol van godsdienst daarover te debatteren. Ja, en je zegt dat het dus makkelijk te ontkrachten is in principe. Kun je dat iets meer uitleggen? Nou ja, kijk, ik heb dus ook, dus in heel veel van die debatten ging het dus ook over hoeveel bewijs is er voor teksten uit de Bijbel, passages. En wat je dan dus ziet is dat er dus heel veel mensen zijn die gewoon aannemen. Dan heb je ook bijvoorbeeld statistieken zoals dat in Amerika geloof de 40-50% van de bevolking nog gelooft in Adam en Eva. Mm. Terwijl je ook bijvoorbeeld met een beetje genetica, kennis van de genetica kan uitleggen dat niet gebeurd kan zijn. Weet je wel, omdat als Adam en Eva, die kunnen zich één keer voortplanten. Maar dan wordt het een beetje lastig. Dan moet er incest en zo aan te pas komen voordat die mensen zich verder voort kunnen planten. Ja. En dat je hebt genetische diversiteit nodig om een populatie voort te brengen, et cetera. Ja. Nou ja, en ik ging me heel erg verdiepen dus in hoe dat soort wetenschappelijke argumenten tegenover de geloofwaardigheid en het waardschalten van dat soort passages staan. En ik vond het altijd vrij verbazend dat het soms makkelijk uit elkaar valt. Ik heb bijvoorbeeld een keer een debat gezien over de vraag of de zondvloed en het verhaal van de Ark van Noach waar gebeurd konden zijn. En dat was dan met Bill Nye, ook een bekende natuurkundige. Ja, Bill Nye, ja. Ja, en hij legde uit heel mooi dat er ook houten boten, schepen zijn gemaakt door de beste scheepsbouwers ter wereld. En dat was dan met 12 masten een heel groot houten schip. En dat schip was zo groot dat het in meerdere richtingen, als het op zee ging, en zeker met storm en dergelijke, dan ging het kraken en piepen en dan bleek gewoon dat hout zelf niet sterk genoeg is om die krachten aan te kunnen van dat wilde wassende water. En daar werd eigenlijk niet een overtuigend weerwoord tegenovergesteld, zeg maar. Dus dat, ja. Maar dan heb je het over de letterlijke aanname van religieuze en bijbelse passages. Is je argument dan tegenover de redelijk kinderachtige geloof dat alles wat in de Bijbel staat letterlijk gebeurd is? Of is jouw argument tegenover specifieke religies of religieuze instituten? Of is jouw argument tegen religie in het algemeen? Nou, het is
het is soms dan gaat het inderdaad echt over, zijn passages inderdaad uit de Bijbel of de Koran zijn, dat moet je daar serieuze waarde aan hechten. En dan gaat het mij dus dan vaak ook wel om het feit dat er blijkbaar nog heel erg veel mensen zijn die dat blijkbaar geloven. Mm-hmm. Dat is misschien voor mij meer het relevante, want daar zit ook een beetje toch dat maatschappelijke aspect in. Hè. Je kunt ook afvragen van zo'n land waar dat in grote getalen geloofd wordt, hoeveel besteedt zo'n land aan dingen zoals onderwijs en zo, weet je wel. Dus het krijgt wel vaak een maatschappelijke component voor mij. Maar het is heel breed. Het gaat ook wel over kwesties zoals wat ik noemde, het misbruik in de katholieke kerk. En ook bijvoorbeeld terrorisme en zo. Oké. Okay. Dus als ik dan de argumenten tegen het geloof in God of het geloof of überhaupt een religie loslaat, gaat het vooral dus om de maatschappelijke vorm die bepaalde religieuze mensen en religieuze instituten aannemen in de maatschappij. Dat is waar jij het meest mee bezighoudt. Ik zeg altijd. Ik maak altijd onderscheid tussen gelovigen en het geloof. En ik heb vaak mensen die zeggen van ja, het geloof dat bestaat niet. Er is niet zoiets als een soort monolithisch geloof, eenduidig geloof. Maar ik leg dan vaak uit dat ik juist eigenlijk de diversiteit aan interpretaties toeschrijf aan de mens, aan het levende deel van het geloof. En daarnaast vind ik ook dat het geloof in een soort levenloos deel bestaat. Met de teksten, de heilige geschriften, de symboliek, tradities, noem maar op. Ja. En mij gaat het er dus inderdaad om wat de rol is van het geloof in de maatschappij. En vooral de wat bezwaarlijke kanten daarvan. Ja, ja. Maar kun je dat nog een keer herhalen wat je net zei? Want ik kreeg niet heel goed te pakken. Je schrijft de diversiteit van geloofs. Die had ik niet helemaal doorgezet. Mensen die kunnen natuurlijk heel divers zijn in hun interpretaties. Hè? Dus om dat voorbeeld te nemen. Hoe serieus nemen mensen passages in de Bijbel? Ja, dat verschilt per persoon. Weet je wel? Er zijn natuurlijk heel erg veel gelovigen die ook wel zeggen van ja, natuurlijk aanvaard ik de evolutietheorie. En die zaken die ik in de Bijbel lees, dat is voor mij vooral symbolisch en zo. Daar is natuurlijk heel veel diversiteit in. En dat erken ik ook gewoon. Hè? Dus ik schrijf dat niet zozeer toe aan dus de mensen zelf. Maar ik reken die uitgangspunten wel tot wat ik het geloof noem. Mm. En dat levert voor mij een soort model op waarmee je kan verklaren dat soort opvattingen soms op grote afstand te vinden zijn, zeg maar. Je hebt bijvoorbeeld dat er in Polen, dat is een heel specifiek voorbeeld, dat er in Polen geopperd wordt om LBT-vrije zones in te richten. Tegelijkertijd wordt er in Oeganda de doodstraf uit de schop gehaald voor homoseksualiteit. Nou ja, voor mij levert dat model van godsdienst als monoliet, zeg maar, met bepaalde eigenschappen, levert een verklaring voor het feit dat die landen met totaal verschillende cultuur en op grote afstand van elkaar toch dezelfde vormen van intolerantie hebben. En omdat je dat echt kunt toeschrijven aan de manier waarop er bijvoorbeeld in die heilige geschriften gesproken wordt over homoseksualiteit. Is dat in Oeganda en Polen allebei vanuit dezelfde godsdienstige overtuiging? Want ik weet niet zo goed wat in Oeganda. Ja. Dus in Polen heb je tussen een overwegend katholieke bevolking, geloof ik. En die stemmen allemaal op de PIS-partij, Recht en Rechtvaardigheid heet dat. Die zijn heel erg aan het inzetten op die conservatieve katholieke politiek. En in Oeganda is 84% van de bevolking christelijk. Dus dat gaat in beide gevallen om het christendom. Ja. Ja. Mm. En waarom komt het in Oeganda dan weer terug? Ja, ze hadden geloof ik dat al eerder geopperd. En toen kwam er heel veel internationale kritiek. En er werden er gedreigd met sancties en zo. En toen hebben ze dat even weer op een laag pitje gezet. Maar ze hebben, een paar maanden geleden zag ik dat ze dat weer
ja, nieuw leven in wilde blazen. En dat is dan blijkbaar toch omdat de bevolking daar heel erg om vraagt. Dat stond ook bij van ja, de mensen die noemen het in de volksmond kill the gays. Nou ja, dan is daar blijkbaar wel steun onder de bevolking. Dat zal de hele reden zijn geweest. Ja. En kun je een beetje iets over waarom mensen dat willen? Want dat vind ik altijd namelijk zo interessant, waarom mensen dat willen. Ik bedoel, ik snap de ideologische overtuiging van ze zijn anders, ze zijn slecht, ze zijn fout. Dus die foute dingen moeten opgelost worden als ik het zo onmenselijk beschrijf. Die snap ik wel. Alleen... Ik vind wel altijd dat het niet zozeer de mens is. Ik zeg altijd, niemand wordt geboren als homohater, zeg maar. Ik schrijf het echt wel toe aan de invloed van godsdienstige ideeën. En nou ja, je krijgt ook vaak te maken met indoctrinatie natuurlijk. Kinderen groeien op in gezinnen waar dat geloof gewoon heel dominant is. En wat ik al zei, als een land niet een onderwijssysteem heeft wat mensen een beetje weerbaar maakt tegen dat soort opvattingen, ja, dan zie je dat grote groepen in de samenleving daar kritiekloos in meegaan. En hoe groter die groepen in een samenleving zijn en hoe dominanter ze zijn, hoe minder je ook een soort zelfreinigend vermogen hebt van mensen die in aanraking komen met andere ideeën en andere visies daarop. Nou ja, en zo gaat dat denk ik een beetje een eigen leven leiden in een land. Ja, Daniel Dennett had inderdaad hier ook een goede TED-talk over, waarin hij zei dat hij het eigenlijk vindt dat je mag iedereen alles in elke leer onderwijzen die je wilt, zolang je zeg maar alle andere leren ook onderwijst. Ja, precies. En daar komt een beetje dat idee van weerbaarheid in terug, wat jij zei. Ja, dat is ook een beetje de kijk van onze partij. Daar zal ik zo trouwens nog wat meer over vertellen over de partij zelf. Maar dat is ook hoe we tegen het onderwijs inderdaad aankijken. Als je het hele palet aanbiedt, dan stel je mensen in staat om te zien dat mensen op verschillende wijzen tegen het leven aan kunnen kijken. Maar dat die afzonderlijke perspectieven op die manier ook niet... ja, alles overstijgend zijn, zeg maar. Het stelt je in staat om het een beetje te kunnen relativeren ten opzichte van elkaar. En dat is ontzettend waardevol. Uiteraard. Maar er is wel één zienswijze die boven de rest uit zou moeten stijgen, denk ik, in jouw overweging. Ik denk ook in die van mij, en dat is de wetenschap. Ja, en ik zeg ook vaak mensenrechten, dus... Kijk, wetenschap, dat is natuurlijk, dat helpt ons verklaren hoe de realiteit in elkaar zit. En dat levert ook de methodiek aan waar bewijs en waarheidsvinding echt centraal staan. Wetenschap is natuurlijk niet normatief. Hè. Wetenschap kan niet het onderscheid maken tussen goed en kwaad. En dus ik zeg ook vaak van ja, we hebben ook daarnaast een systeem van universele mondiale waarden nodig op basis van mensenrechten. En daar moeten we in principe idealiter allemaal eensgezind in zijn. En in mijn ogen overstijgt dat iedere levensbeschouwing en iedere godsdienst. Mm-hmm. Mm-hmm. Maar nu zijn er ook bepaalde culturen in de wereld waarin de universele rechten van de mens juist niet... dat zouden moeten overtuigen. Die zeggen, we hebben een eigen systeem van geloofsovertuigingen. Wat doe je daarmee wanneer die twee dingen onoverbrugbaar lijken? Ja, ik vind dat heel problematisch. Ik zie natuurlijk inderdaad wel, hè, dan hebben we het bijvoorbeeld over de Cairo-verklaring, het alternatief van op de mensenrechten van Arabische landen. Kun je dat iets meer uitleggen? Je hebt de universele verklaring voor de rechten van de mens. Er zijn een paar honderd landen in de wereld die dat ondertekend hebben, maar de islamitische wereld die vond eigenlijk dat die universele verklaring voor de rechten van de mens niet genoeg recht deed aan islamitische principes. Een van de zaken die het UVM stipuleert is dat man en vrouw gelijkwaardig zijn. Nou ja, dat vonden de Arabische landen van niet. En die kwamen dus met hun alternatief en dat heet de Cairo-verklaring. En daarin waren de meeste zaken wel overgenomen uit het UVM. Maar ze hadden dus bijvoorbeeld ook daar onderdeel van gemaakt. Dat zoals binnen de islam aangekeken wordt tegen erfrecht en zo. En
Vooral de positie van de vrouw in dat opzicht, ten opzichte van die van de man. En ja, dus zij vonden dat hun alternatief was. En ik geloof dat die Arabische landen dat die Cairo-verklaring zelf gebruiken. Dat was deels getekend, zei hij wel. Ja, nee, dus dat is een raar problematisch. Maar wat doe je daarmee? Want aan de ene kant zeg je, nou, dit is een universele verklaring voor de rechten van de mens. Dit zou boven elk ander geloofssysteem moeten uitstijgen. Het verdient die plek ook en ja. Grotendeels ben ik het ook met je eens, maar hoe kom je dan uit dat idee dat er ook, hoe kun je dat vereenzelvigen met het idee dat er ook andere geloofsovertuigingen zijn die wellicht even waardevol kunnen zijn vanuit het perspectief van degene die het geloven en toch ja. Zeggen eentje hoort daarboven. Dat is natuurlijk een beetje idealisme natuurlijk, maar nee, ik snap dat natuurlijk voor heel veel mensen juist dat geloof weer het belangrijkste is. Maar ja, ik probeer toch altijd te benadrukken dat de gemeenschappelijke identiteit als mens zijn, dat is natuurlijk iets wat we over de hele wereld delen. En ik leg dan uit van ja, godsdiensten die hebben misschien wereldwijd een hele grote groep volgelingen. Maar geen enkele godsdienst heeft de meerderheid van de bevolking. Mm. Dus ja, ik probeer dan altijd uit te leggen dat die menselijke identiteit en al die belangen die wij als mensen hebben. Hè, behoefte aan eten en drinken, aan vrede en dak boven ons hoofd, noem maar op. Kwaliteit van leven. Ja, dat juist dat overstijgende de reden zou moeten zijn dat boven alle levensovertuigingen uit, ook boven de mijne natuurlijk, boven alle levensovertuigingen uitstijgt. Ja, kijk, dat in de praktijk niet zo goed lukt, omdat mensen dan toch het geloof belangrijk achten. Ja, dat is de realiteit waar we mee moeten dealen, maar ja, idealiter, ja. Hebben we toch uiteindelijk een universeel stelsel van rechten waar we op moeten kunnen terugvallen als wereldbevolking. Mm. Ja, dat is, ik geef toe dat er daar wel een behoorlijke dosis idealisme bij zit. Want ja, praktijk. Nou, ik bedoel niet per se of het praktisch te redden is, maar ik heb het idee dat er een argumentatief conflict is. Of dat er een misschien filosofisch conflict is tussen zeggen, er zou een universele rechten van de mens moeten zijn, dit zou boven elk ander geloofssysteem moeten uitstijgen, en zeggen, mensen kunnen op andere manieren hun leven indelen die even waardevol kunnen zijn, op voorwaarde dat ze in ieder geval dit aannemen, terwijl er wel mensen zijn die hun leven indelen op een manier die juist ingaat tegen datgene wat we als hoogste waarheid zouden willen zien. Ja. Ja. En dat is misschien wel een inherent conflict die we moeten aannemen en vanuit daar dus moeten werken. Ja, nou ja, ik vind wel dat je bij mensenrechten natuurlijk wel echt uitsluitend basale dingen moet beschrijven, zodat er vervolgens ruimte over blijft om dat voor verschillende levensovertuigingen verder te concretiseren. En zo op die manier kun je een beetje tegemoetkomen aan het feit dat mensen natuurlijk wel ja, tegen dingen verschillend aankijken in de wereld. Maar ja, goed, ik denk wel dat als je te maken hebt met zo'n conflict, als het gaat om de gelijkwaardigheid van een man en vrouw, ja, dan ontkom je er toch niet aan dat je zegt van, sorry, maar die gelijkwaardigheid is doorslaggevend. Want dat kunnen we aantonen dat de beste, gelukkigste samenleving oplevert, of noem maar op, weet je wel. Dus ja, er moet wel ja, toch een moment zijn. Kijk, als mensenrechten niet meer zouden mogen corrigeren in de wereld, ja, dan heb je ook eigenlijk geen instrument waarmee je kunt zeggen dat er waar dan ook in de wereld mensenrechten schendingen plaatsvinden. Ja. Dan kun je altijd zeggen van ja, dat is een manier van leven. Weet je wel, en dat, ja, dan wordt het iets te relativistisch voor mij. Ja. Kunnen we aantonen dat gelijkwaardigere maatschappijen gelukkiger zijn? Ja, ik geloof dat er wel wetenschappelijk onderzoek is dat bijvoorbeeld, nou ja, dat die gelijkwaardigheid dat leidt tot emancipatie. Hier in Nederland zie je natuurlijk ook dat de emancipatie van de vrouwen heeft geleid tot deelname van vrouwen aan de arbeidsmarkt. Dat heeft weer een heleboel welvaart voortgebracht. En die welvaart, daar profiteert iedereen van.
En je kan dat bijvoorbeeld ook duidelijk aantonen als het gaat om verschillen tussen arm en rijk. Als je die verkleint, dan levert dat meer levensgeluk op in een samenleving. Ja, daar is wel wetenschap over. Ja. Ja, mooi, nice. Laten we verder gaan naar je partij, de politieke partij waar je mee bezig bent, ASP. Kun je vertel ons daar wat over? Nou ja, dus ik heb dus in mijn studententijd een grote interesse ontwikkeld voor dit onderwerp. En ik ben in 2017 bij deze partij gekomen. Ik ontdekte ineens dat er zelfs hier in Deventer een partij actief was. Dat was wel heel toevallig. Ik woon dus zelf in Deventer en ik was al op zich een beetje op zoek naar partijen waarin ik dat... Dat seculiere gedachtegoed een beetje kon terugvinden. En nou ja, er bleek gewoon hier in Deventer zo'n partij actief te zijn. En daar ben ik dus in 2017 bijgekomen. En de ASP die bestond al op dat moment een tijdje. Dus in 2009 is dat opgericht. Dat is een beetje een afscheiding geweest van de Vrije Gedachte. De Vrije Gedachte is zeg maar de oudste vrijdenkersvereniging van Nederland. Die bestaan echt al sinds de 19e eeuw, geloof ik. Dat is vooral een vereniging waar toch vaak atheïsten en vrijdenkers zitten. Alleen die hadden zelf niet de behoefte om de politiek in te gaan. Mm-hmm. En was er een klein groepje mensen binnen die vereniging die zeiden van, nou ja, wij vinden dat wel belangrijk, want wat ik al zei, er zijn heel veel maatschappelijke kwesties waar het geloof een mogelijk dubieuze rol in speelt. En wij willen daar ook politiek tegen kunnen ageren. En die zijn dus een beetje... Die zijn nog steeds wel lid hoor. Maar ze zijn een beetje... Het is een beetje een afsplitsing van de Vrije Gedachte. En in 2009 is dus dat dus opgericht. En in 2012 is het echt opengesteld als ledenpartij. En het is in principe een landelijke partij. Maar ja, met de beperkte middelen en leden die we hebben, moeten we een beetje onze prioriteiten stellen. En die partij is dus eigenlijk voornamelijk bezig geweest met het meedoen aan gemeenteraadsverkiezingen. En dat is in Deventer in 2014 gebeurd. Toen was ik er dus nog niet bij. Ik kende die partij ook nog helemaal niet, dus ik kan me niet herinneren of ik erop gestemd heb. Maar in 2017 kwam ik voorzitter Hans de Vries dus tegen op het internet. En die vertelde dus dat hij dat dus al een aantal jaren deed. En die legde me een beetje uit wat de uitgangspunten van de partij zijn. En dat klikte eigenlijk al vrij snel. En ze organiseren ook elke maand een soort vrijdenkersborrel hier in Deventer. En daar ging ik gewoon naartoe. En toen ontdekte ik eigenlijk dat er dus hier in Deventer ook wel een aantal mensen waren die daar ook hetzelfde in stonden. Ook die interesse hadden voor de Four Horsemen, Richard Dawkins, noem maar op. En ook kritisch waren op de rol van godsdienst in de maatschappij. En toen ben ik daar dus bij gegaan. En ik heb dus ook in 2018 meegedaan met de gemeenteraadsverkiezingen in Deventer. Mm-hmm. Heeft helaas geen zetel opgeleverd, maar we komen er steeds dichterbij. Dus we gaan het in 2022 nog een keer proberen. De standpunten zijn dat we dus vinden dat kerk en staat gescheiden moeten zijn. En dat ook zelfs vrij absoluut moet zijn. Ik vind dat we in Nederland daar soms nog een beetje slordig mee omgaan. Een belangrijk standpunt is dat we vinden dat het bijzonder onderwijs afgeschaft moet worden. Althans, de financiering daarvan, artikel 23 grondwet gaat het dan over. Want we vinden dat, zoals we net ook al even over hadden, we vinden dat het onderwijs niet verzuild moet zijn. Maar kinderen in alle windstreken in Nederland de gelegenheid moet bieden om inderdaad met verschillende opvattingen in aanraking te komen. En dat onderwijs moet dat in feite faciliteren. En moet niet een bepaalde levensbeschouwing aanwijzen als de juiste. De kinderen gewoon in vrijheid zelf laten kiezen. Dat is ook dus twee belangrijke punten hebben jullie, of twee hoofdpunten. Absolute scheiding tussen kerk en staat en afschaffing van bijzonder onderwijs. Ja, en wat we ook nog als belangrijk punt hebben, dat is dat we vinden dat er één wet moet zijn voor iedereen.
Dus we zijn tegen wat dan in jargon heet rechtspluralisme. Daar zijn we tegenstander van. Dus er moet één, dat lijkt een beetje op mijn standpunt over de universele mensenrechten. Ja. Ook in Nederland moet er en één hebben wet we dat zijn. Niet in Nederland al? Sorry? Hebben we niet in Nederland al één recht voor iedereen? Ja, dat is ook wel. In dit soort standpunten zijn natuurlijk niet een soort enorme vernieuwing ten opzichte van wat we in Nederland hebben. Maar ja, wat ik al zei, ik constateer dat we soms een beetje slordig daarin zijn. Dus dan gaat het echt over kleine details. Dat er soms ook. Nou ja, bijvoorbeeld in Engeland, hè, dat je die van die sharia-rechtbanken hebt en dat daar dan dat dan een soort officiële functie krijgt. Daar zijn we een beetje waakzaam op, dat in Nederland niet gebeurt. Zeg maar. Ja, dat lijkt me inderdaad, die sharia-rechtbanken die je in Engeland hebt, lijken me echt inderdaad heel kwalijk om aan te gaan nemen. In Nederland, hebben we daar in Nederland voorbeelden van? Nou, het is volgens mij allemaal een beetje ondergronds. Hè. Ik heb wel een aantal keren een soort verborgen camera-acties gezien. Waar ze dan inderdaad naar een. Het heeft vaak een soort adviesrol, weet je wel. Want het wordt door de staat niet erkend, gelukkig. Dus dan zie je dat het een beetje een adviesorgaan is waar mensen dan naartoe gaan. Maar ja, dan wordt ze toch wel vaak vrij dwingend verteld dat ze in het kader van hun geloofsovertuiging dit of dat moeten doen. Dat gaat ook vaak over huwelijken en scheidingen en zo. En ja, dat is, ik denk wel dat het in Nederland voorkomt, maar niet zo op grote schaal als in Verenigd Koninkrijk. En wat is er dan al tegen om als volwassen persoon je toevlucht te zoeken dus tot de advies van een geestelijke leider of geestelijke autoriteit? Nou, in principe is daar niets mis mee natuurlijk, want we hebben godsdienstvrijheid en zolang dat zo'n adviesrol heeft, dan is dat inderdaad mensen hun vrijheid. Maar wat je toch vaak ziet, en dat heeft dus ook een beetje te maken met de aard van het geloof, mensen ervaren heel erg dat autoriteitsfiguren binnen het geloof, een imam of een priester, of prediker, dat die toch wel heel erg dwingend kunnen zijn op het moment dat een beroep gedaan wordt op religieuze verplichtingen van iemand. Hè. Als iemand jou vertelt dat ze in hun ogen dat het echt het beste is, in de ogen van God zou ik maar zeggen, om een bepaalde beslissing te nemen of een huwelijk voor te zetten, terwijl daar misschien sprake is van mishandeling of misbruik of wat dan ook, weet je wel, dan kan dat natuurlijk wel problematisch zijn. Dan zie je toch dat het dwingende aspect van het geloof toch eerder een schending is van vrijheden en menselijke belangen dan dat mensen daar op die manier uiting aan geven. Er is soms een hele dunne grens tussen. Ja, maar want ik begrijp het argument heel sterk wanneer we het hebben over niet-volwassenen. Zeker als we het hebben over jonge kinderen die geïndoctrineerd worden om religieuze normen, waarden en religieuze autoriteiten boven hun eigen belang en boven wat hun eigen ontwikkeling is te zetten. En daardoor dus in een proces geïndoctrineerd worden om dat altijd boven zichzelf te plaatsen. Ik vind het alleen een stuk lastiger worden wanneer je dat bij volwassenen wil. Want inderdaad, als het sprake is van mishandeling en wangedrag, dan gaat het om mishandeling en wangedrag. En niet zozeer. Want een volwassene kan in alle heeft alle recht om zichzelf onder iemand anders te zetten op het gebied van autoriteit. En dat dwingende karakter, dat is natuurlijk bij de wet ook. De wet is natuurlijk ook dwingend. En dat is dat. En juist door dat dwingende karakter van de wet kunnen we ook vrijheden waarborgen. Want daardoor kunnen we dus zelfs eigenlijk tegen geestelijke autoriteit en dergelijke zeggen, dit kan niet. En ik weet dat we dat vaak laten dat niet doen, dat we dat vaker zouden moeten doen dan nu gedaan wordt. Maar ik vind het heel lastig om dat bij volwassenen te doen en ook nog eens om dat te gaan te controleren bij volwassenen.
Ja, nou ja, kijk, het is ook niet zo dat we bepleiten dat er heel streng op gehandhaafd of zo moet worden, hoor. Maar kijk, het cruciale verschil is natuurlijk wel dat de wet ook haar legitimiteit dankt aan het feit dat we in een democratie leven en zelf mogen beslissen over hoe die wet uiteindelijk tot stand komt. Wij spreken heel erg veel met mensen die bijvoorbeeld uit het geloof zijn gestapt of bijvoorbeeld ook uit sectes vandaan komen. En die zeggen van ja, je, op het moment dat je daarin zit, dan denk je zelf dat het allemaal goed is. Mm. Je hebt eigenlijk geen benul dat je toch een beetje geïndoctrineerd wordt of dat er toch een soort van dwang is. Op grond van dat mensen je attenderen op het feit dat een religieuze plicht is. En die mensen die verklaren juist wanneer ze daar uitstappen, dat ze eigenlijk graag gewild hadden in die situatie dat iets hen daaruit kon redden, zeg maar. Weet ja, je wel? Ja, ja, ja. Die ervaringen, daar heb ik echt heel veel mensen gesproken daarover. Dat heeft me toch wel aan het denken gezet over de vraag hoeveel is zelfs bij een volwassene de wel overwogen beslissing waard om daar onderdeel van te zijn. Weet je wel, is niet achteraf toch. Kijk, dat is natuurlijk heel hypothetisch, maar ja, het komt heel erg veel voor. En mensen geven zelf aan dat ze daar toch heel erg veel leed door ervaren. Dus ik vind, kijk, ik ben er niet voor dat allemaal streng gehandhaafd moet worden, maar ik vind dat we als overheid wel daar een kritische houding tegenaan moeten nemen. En dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat er is een sectemeldpunt geweest. Dat is inmiddels afgeschaft en ze willen het geloof ik weer terugbrengen, dus dat is goed. Maar dat is dus een voorbeeld van hoe je als overheid wel de voorzieningen inricht die uitgaan van het idee dat daar toch wel sprake kan zijn van misbruik. En dat je dat misschien zelfs wel moet verwachten op onderdeel. Dus dat is een beetje. En als je die verhalen van die mensen hoort die eruit gekomen zijn, kan ik me voorstellen dat het enorm frustrerend is wanneer je met andere mensen praat die dat niet zien en eigenlijk alleen maar kunnen denken dat moeten mensen zelf weten. En niet inzien dat het binnen geloofsgroepen, geloofsgemeenschappen echt sprake kan zijn van indoctrinatie en dwang en dreiging tot uitzetten van je sociale kringen. Dus dat het niet zomaar, ook niet alleen maar een kwestie is van een weloverwogen rationele keuze van ja of nee. Ja, precies. En het andere, bijzonder onderwijs afschaffen? Ja, ja. Want bijzonder onderwijs gaat niet alleen maar over religies, toch? Nee, ja, dat moet ik misschien even verduidelijken. We zijn heel specifiek tegen confessioneel bijzonder onderwijs. Dus je hebt in Nederland eigenlijk drie hoofdvormen. Je hebt het openbaar onderwijs. Je hebt dan het algemeen bijzonder onderwijs. Dat zijn scholen waar een bepaalde pedagogische leerstijl gehanteerd wordt. Denk aan Montessori onderwijs, dat soort vormen. En je hebt dan nog het confessioneel bijzonder onderwijs. En daar zitten eigenlijk alle scholen met een confessionele grondslag. Dus christelijk, islamitisch, joods, noem maar op. En wij vinden eigenlijk, het is dus zo in de wet geregeld, in de grondwet zelfs, dat de financiering voor al die scholen gelijk getrokken is. Daar zijn wij uniek in de hele wereld. Dat is wel opvallend. Dat leidt er eigenlijk toe dat het onderwijssysteem in Nederland eigenlijk een van de laatst nog verzuilde structuren is in dit land. Hè. Alle omroepen die hebben eigenlijk een beetje die identiteit verloren. Je ziet dat de samenleving in verregaande mate wel geïntegreerd is, ook door verschillende levensbeschouwelijke verschillen heen. Maar in dat onderwijs zie je dat er eigenlijk gek genoeg nog steeds die onderverdeling is tussen de verschillende denominaties. En ik moet zeggen dat in de praktijk heel veel van die scholen die zo'n bijvoorbeeld christelijke grondslag hebben, die doen in de praktijk misschien niet heel erg veel meer met die christelijke identiteit. Mm-hmm. Maar ik zeg dan altijd van ja, dat,
die scholen zijn het dan eigenlijk overwegend al met mij eens. Hè. Die hebben zich al een beetje aangepast aan de moderniteit waarin die verzuiling een beetje achterhaald is geraakt. Maar je ziet nog steeds dat die structuur een beetje in die halfbak toestand blijft bestaan. En dat kan er wel degelijk toe leiden in sommige delen van het land. Denk met name aan de Bible Belt. Dat kinderen in een hele gesloten sfeer opgroeien, ook in educatief opzicht. Waarbij, wat ik al zei, dat een bepaalde levensovertuiging heel dominant is in het onderwijs. En dat er ook mensen dus voor de klas staan die kinderen eigenlijk vooral vertellen dat die levensbeschouwing de juiste is. Terwijl ik heel fundamenteel vind dat er, omdat er geen minimumleeftijd is aan godsdienstvrijheid, dat kinderen eigenlijk vanaf de geboorte af aan vrij zijn in het bewandelen van hun eigen levenspad, ook in levensbeschouwelijk opzicht. En ik vind dat het onderwijs zodoende kinderen die vrijheid moet bieden door dat hele palet aan te bieden. Dus alle levensovertuigingen die moeten aan bod komen in een onderwijssysteem. En ik zou niet weten waarom dat onderwijs voor het ene kind geschikter is dan voor het andere kind. Dat is gewoon, dat moet voor iedereen is dat belangrijk. Dat is ook onderdeel van het vermogen van de samenleving om toch die levensbeschouwing een beetje te kunnen relativeren en zodoende een beetje een weerbaarheid te kunnen opbouwen tegen uitwassen daarvan. Zeg maar. Ja. En ons standpunt is eigenlijk dat het is niet zo dat we bijzondere scholen echt willen verbieden. Maar we willen de financiering daarvan, de gelijktrekking van de financiering willen we afschaffen. Dat is een hele moeizame strijd hoor, want dat is het aanpassen van de grondwet. En dat is heel ingewikkeld. Daar moet je twee keer een tweederde meerderheid voor hebben in de Tweede Kamer. En je moet überhaupt in de Tweede Kamer zitten natuurlijk. Maar daarnaast vinden we eigenlijk, als zo'n verandering doorgekomen zou zijn, dat de samenleving dan vanzelf een beetje van die bijzondere scholen moet afstappen. Dus niet zozeer door wetgeving, maar we kunnen dus bijvoorbeeld de kwaliteit van het openbaar onderwijs sterk gaan verbeteren, waardoor mensen die hun keuze voor een school laten afhangen van die kwaliteit of dat het dichtbij is. Dat die dan vaker zullen kiezen voor een openbare school en dat het dan eigenlijk vanzelf een beetje tot het verleden gaat behoren. Maar dus niet zozeer door dwang, maar door het aanpassen van de behoeften en de vraag. Denk je echt dat ouders zouden kiezen voor een ongoddelijke onderwijs alleen maar omdat het dichterbij is? Ja, er zijn heel veel. Wat wij merken is dat er heel veel ouders zijn die in principe hun school, zo ging dat ook bij mij. Ik ben dus op dat christelijke schooltje terechtgekomen. Maar dat was niet omdat mijn ouders heel erg belang hechten aan het christelijk onderwijs. Dat was gewoon omdat die school dichtbij was. En dat was zodoende de makkelijkste optie. En ik hoor ook heel veel ouders die zeggen van ja, ik stuur mijn kinderen wel naar een christelijke school, maar dat doe ik omdat blijkt dat daar kwalitatief het beste onderwijs wordt gegeven. Dus dan gaat het niet zozeer voor die ouders om de grondslag, maar gewoon omdat daar, dat daar de beste docenten voor de klas staan of het meeste tijd besteed wordt aan de kinderen in de klas. En dat is natuurlijk een heel logische keuze, maar het is jammer dat de significantie van het bijzonder onderwijs in feite ook daarop gestoeld is. Want ja, dat is dus niet een concrete behoefte aan die levensbeschouwelijke grondslag, maar gewoon aan kwalitatief onderwijs. Nou ja, en wij willen ervoor zorgen dat mensen dat kunnen vinden in openbaar onderwijs, zodat je eerlijkere verdeling krijgt van de vraag op basis van wat ook echt de levensbeschouwelijke behoeftes van ouders zijn. En niet zozeer op grond van andere overwegingen. Ja. Maar dan heb ik wel een vraag, want als het conventioneel bijzonder onderwijs dan blijkbaar te eenzijdig onderwijs levert, hoe kunnen zij dan het beste onderwijs hebben? Nou ja, dat ik denk dat dat te maken heeft met het feit dat die scholen toch vaak op plekken, er zijn mensen die zeggen dat dat echt heel duidelijk te maken heeft met die grondslag, dat dat gewoon beter onderwijs oplevert. Ik ben daar niet van overtuigd. Ik denk dat het komt doordat die scholen vaak op plekken in een stad staan waar ook wat meer hoogopgeleide ouders wonen.
En als die kinderen, als die ouders hun kinderen naar die school sturen, dan, nou ja, dan krijgt zo'n school ook vanzelf een beetje een betere reputatie. Ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat het onderwijspersoneel op die scholen gewoon toevalligerwijs beter is. Als je gewoon een goede leraar voor de klas hebt staan, dan kan de kwaliteit van dat onderwijs zich onafhankelijk van die grondslag bewegen, zeg maar. En dan gaat het gewoon omdat die docenten goed zijn. En ik denk dat als je ervoor zorgt dat die eigenschappen ook te vinden zijn in het openbaar onderwijs, dat dan de kwaliteit van die scholen vanzelf omhoog gaat. En waarom hebben we dat nu niet al in het normale openbaar onderwijs dan? Dus wat ik dan niet snap is, waarom gaan blijkbaar dan de betere docenten naar het bijzonder onderwijs en niet naar het openbaar onderwijs? Ja, ik denk dat een beetje historisch zo gegroeid is. We komen natuurlijk uit de tijd waarin godsdienst heel erg dominant is geweest in de samenleving. En daardoor zie je dat een beetje overgebleven is. Hè? Het belang van godsdienst in de opvoeding en het feit dat ouders natuurlijk het onderwijs ook zien als een verlengstuk van de opvoeding. Dat heeft gemaakt dat die godsdienst daar altijd een grote rol in heeft gespeeld. En wat je dan ziet is dat vooral in de kleinere gemeenschappen in Nederland, dat zodoende de enige school in zo'n dorp bijvoorbeeld maar christelijk is. En als je dan in het onderwijs wil werken en je hebt een voorkeur voor die omgeving om daar te gaan werken, dan kom je vaak automatisch uit bij zo'n christelijke school. We hebben ook een heel erg een oververtegenwoordiging van levensbeschouwelijk bijzondere scholen ten opzichte van de demografie in Nederland die heel sterk ontkerkelijkt is. En die scheve verhouding maakt dat je toch de voorwaarden krijgt waarin die betere docenten toch uiteindelijk in dat levensbeschouwelijk onderwijs aanbelanden, zeg maar. Ja. Oké. Okay. Om het aan te passen van de structuur van de structuur van het onderwijs om dat te laten aansluiten op de demografie in Nederland. En om te zorgen dat kwaliteitsvoorkeuren en logistiek, dus het feit dat een school dichtbij is, dat we dat heel erg bij dat openbaar onderwijs brengen. Zo. Oké. En dan die absolute scheiding van kerk en staat. Want ik dacht namelijk dat we in Nederland al een heel sterke scheiding van kerk en staat hadden. Maar waar zijn we nog niet ver genoeg in dan? Nou, dat is op zich ook wel zo. We hebben eigenlijk een cultuur die best seculier is. Maar het is opvallend genoeg zo in Nederland, om gelijk een voorbeeld te geven, dat de scheiding van kerk en staat niet in de grondwet is opgenomen. In landen zoals Amerika en Turkije is dat, en Frankrijk is dat wel zo. Maar in Nederland hebben we dat niet. Nou ja, dat leidt ertoe dat scheiding van kerk en staat, wat ik al zeg, een beetje een cultureel verschijnsel is. We begrijpen allemaal dat belangrijk is. En er zijn ook heel veel gelovigen die daar de belang van inzien. Dus je ziet wel dat enigszins hoog gehouden wordt in dit land. Maar het is niet zo dat voortvloeit uit echt een constitutionele plicht. Nou, dat is iets wat ik zou willen veranderen. Ik wil dat de scheiding van kerk en staat in de grondwet komt. Maar daarnaast is het zo dat ik constateer dat de scheiding van kerk en staat soms ook een beetje slordig gehanteerd wordt. Dus dat heeft dan... er zijn er verschillende kwesties die in Nederland dan af en toe spelen in de actualiteit, waaruit dan blijkt dat daar slordig mee omgegaan wordt. Je hebt bijvoorbeeld een tijdje de discussie gehad over de vraag of agenten, politieagenten, religieuze symbolen moeten kunnen dragen. Dat ging dan hoofdzakelijk over hoofddoekjes, maar in mijn optiek, ik maak daar geen onderscheid in. Ik vind dat keppeltjes en kruisjes net zozeer taboe zijn wat dat betreft. Nou ja, en dan zie je toch dat in de samenleving er zijn mensen die daar op zich wel principieel dat afwijzen. Maar je ziet ook wel mensen die zeggen van ach, dat kan geen kwaad en het gaat om de behandeling en zo, weet je. En dan heb ik het gevoel dat principiële seculieren een beetje verwaarloosd wordt door mensen.
En ik zie gewoon met grote regelmaat dat soort kwesties in het land verschijnen. Waarbij je kunt afvragen of mensen die scheiding van kerk staat nog heel erg hoog in het vaandel zitten. Ja, maar gaat het om wat mensen vinden of gaat het om wat... Dat wou ik dus inderdaad benadrukken. Dat gaat dus ook meer over de cultuur bij mensen zelf. Maar je hebt inderdaad dus ook echt in beleid en wetgeving heb je voorbeelden van dat scheiding van kerk staat eigenlijk wat mij betreft geschonden wordt. We hebben bijvoorbeeld in Nederland een regeling voor gemoedsbezwaarden. Dat zijn mensen die op religieuze gronden bezwaar hebben tegen het betalen van verzekeringen. Die hoeven dat niet te doen in Nederland. En, zoals welke verzekeringen? Ja, zorgverzekering en alle verplichte verzekeringen. Ja, dus het gaat dan hoofdzakelijk om zorgverzekering. Die hoeven ze dan niet af te nemen op het moment dat ze zeggen van... nou ja, ik heb daar op religieuze gronden bezwaar tegen. Het is wel zo dat ze, daar moet ik bij zeggen... ze moeten wel een alternatieve vergoeding betalen... want anders zou het natuurlijk wel heel gek zijn dat een deel van Nederland zorgverzekering moet betalen en een ander deel niet. Dat is niet zo. Ze zijn financieel niet beter af. Maar ja, het is een heel merkwaardig verschijnsel dat iemand naar de overheid kan gaan en kan zeggen, ik geloof dit. Dit is iets waar ik geen enkel bewijs voor heb. Het is een verklaring die wat mij betreft net zo willekeurig is als wanneer iemand zegt van ja, de kaboutertjes in het bos hebben dat medegedeeld, dat ik dat beter niet kan doen. En dat de overheid dan niet tegen zo'n burger zegt van sorry, maar kerk en staat zijn gescheiden. We gaan niet uw religieuze verklaring serieus nemen. Godsdienst moet natuurlijk wel vrij zijn. Die mensen moeten niet belemmerd worden in die overtuiging. Maar ik vind dat de overheid er ook geen erkenning voor uit moet spreken. Maar in tegenstelling tot die houding zie je dat de overheid zegt van oh, nou ja, als dat voor u een zwaar is omdat u gelooft in de voorzienigheid van God, dan hebben we een alternatieve regeling voor u. En dat wekt de indruk dat de overheid blijkbaar waarde hecht aan die verklaring en het feit dat voor mensen een onontkoombare situatie oplevert. Maar ik vind dat de overheid dat niet mag doen. Die mag dat gewoonweg niet serieus nemen. Want de overheid moet dus gescheiden zijn van kerken staat. Wat je ook ziet is dat bijvoorbeeld uitzonderingen gemaakt worden voor zaken zoals rituele slacht. Dat wordt toegestaan. Voor andere mensen is dat verboden, maar op het moment dat je de juiste godsdienst aanhangt, dan mag dat in Nederland. Ook dat is een voorbeeld van wat mij betreft de schending van scheiding van kerken staat is. Want het gaat er vooral om dat de overheid in feite tegen geloofsovertuigingen zegt, die argumenten, die bezwaren, waarvan ik vind dat ze echt strikt onderdeel zijn van die geloofsovertuiging, die nemen we serieus en zodoende creëren we voor jullie een uitzonderingspositie. Maar neemt de overheid die argumenten en die geloofsovertuiging serieus, of neemt het serieus dat iemands levensovertuiging zo, of die specifieke overtuiging zo belangrijk is voor het leven van die persoon, dat zij dat willen accommoderen zonder dat de vrijheid van andere mensen belemmert. Want kijk, rituele slachting, ik ben het in principe niet mee eens. Ik vind ook niet dat dat gedaan moet worden. Maar door de vrijheid in te willigen dat zij dat mogen doen, belemmer je in principe niemand anders vrijheid. Maar je maakt het wel voor iemand mogelijk om zijn levensovertuiging zo te leiden dat die persoon het eens kan zijn met hoe die leeft. Hetzelfde geldt denk ik voor in dit geval die verzekeringen. Zonder dat de staatskas of zij daar financieel beter op uit zijn, heb je toch iets geregeld dat zij zich gesterkt kunnen worden in hun levensovertuiging zonder dat je andere mensen schaadt. En ik zou zeggen dat juist heel circulier is, want je neemt de overtuiging niet serieus. Tenminste, daar ga ik even vanuit dat dat ook kan. Je neemt de overtuiging op de argumenten niet serieus, maar je neemt serieus dat die persoon zijn of haar leven op die manier moet kunnen invullen, dat dat een heel belangrijke overtuiging is voor die persoon. Ja, maar daar kijk ik wel anders tegenaan. Ik denk dat dat wel echt een uiting is. Ook al geeft de overheid dat niet expliciet toe. Ik denk dat het niet anders gezien kan worden dan het serieus nemen van die inhoudelijke overtuiging. En
Ja, simpel voorbeeld, als iemand naar diezelfde sociale verzekeringsbank gaat en zegt van ja, ik geloof dit op grond van het vliegend spaghetti monster. Om maar even een flauw voorbeeld te gebruiken. Maar toch, het onderstreept precies mijn punt, denk ik. Dan zullen ze zeggen van ja, dat nemen we niet serieus en daar kunnen we niet in mee. We hebben hier inderdaad zelfs een uitspraak van de rechter gehad, dus dat ze het niet serieus nemen. Of tenminste niet serieus genoeg als geloofsovertuiging. Ja, precies. Ja, maar goed, ja, ik vind dat de overheid daar dat niet kan bepalen voor hun burgers of ze oprecht of niet oprecht geloven. Maar, ja, ik vind dat inderdaad ook een heel interessante vraag van ja, inderdaad, moet de kerk van de vliegende spaghetti monster niet genoeg of niet evenveel legitimiteit krijgen in de ogen van een seculiere staat als een islam en als een christendom. Ja, maar precies, kijk, maar het punt is natuurlijk ook dat, kijk, iedereen mag op ieder moment in het kader van godsdienstvrijheid zijn eigen religie oprichten. Dus zelfs als een religie niet de bekendheid heeft van de grote religies of in mindere mate de kerk van het vliegende spaghetti monster, zelfs dan moeten mensen eigenlijk in die behoeftes dan gehonoreerd worden als je dat serieus neemt. En ik denk dat dat ondoenlijk is, omdat ja, iedereen kan... Er is geen bewijslast genoodzaakt voor godsdienst. Dus iedereen kan op ieder willekeurig moment zijn eigen godsdienst beginnen. En als de overheid daar dan altijd rekening mee zou moeten houden, ja, dan heb je in feite de wet buiten werking gesteld. Want dan kan iedereen zijn eigen bezwaren formuleren op bepaalde wetgeving. En ik denk maar het is niet zo dat de overheid voor religies toestaat om elk bezwaar of elke wet onder een gemoedsbezwaar aan de kant te leggen. Laten we bijvoorbeeld over, je mag niet kinderen mishandelen, of je mag geen vrouwen besnijden of verminken, moet ik eigenlijk zeggen. Vanwege je religieuze overtuiging, alhoewel dat misschien toch wel gebeurt in Nederland. Ja, nee, het is natuurlijk zo dat de grondwet ook melding maakt van in de godsdienstvrijheid staat duidelijk bij behoudens ieders verantwoordelijkheid volgens de wet. Dus het is ook inderdaad niet zo dat je op basis van godsdienst een soort absolute vrijheid hebt, gelukkig niet. Maar het punt is dat het er onvermijdelijk toe leidt dat de overheid selectief moet gaan zijn, bijvoorbeeld op basis van het feit dat de ene godsdienst toch wat bekender is in de wereld dan de andere. Dan ontkom je er niet aan dat de overheid dan heel selectief moet zijn in hoeveel waarde hechten we aan de ene geloofsovertuiging ten opzichte van de andere. En ik denk dat altijd een vorm van ongelijke behandeling oplevert. En ja, artikel 1 van de grondwet verbiedt die ongelijke behandeling. Dus ik denk dat je er niet aan ontkomt om gewoon te zeggen van jongens, we nemen al die levensovertuiging niet serieus en we bewaren zodoende een afstand ten opzichte van levensovertuigingen van burgers. Kijk, en ik wou trouwens ook nog even ingaan op wat je zei, dat de vrijheid van andere mensen niet zozeer beperkt wordt. Ik vraag me af of dat het enige criterium is op basis waarvan je beoordeelt of zo'n behandeling geoorloofd is of niet. Kijk, ik vind het klopt inderdaad dat ik niet momenteel hier nu benadeeld word doordat er misschien nu iemand bij de overheid aanklopt om die gemoedsbezwaarrekening aan te vragen. Maar tegelijkertijd denk ik wel van ja, maar ik wil wel gelijk behandeld worden. Dat is misschien meer een principiële werkelijkheid waarin ik vind dat ik gelijkwaardig ben aan iedere andere burger in dit land. En ik vind het een probleem op het moment dat mensen toch bevoorrecht worden op grond van opvattingen die ik als atheïst niet heb. Weet je wel. Maar, dus, je hoort gelijk behandeld te worden op basis van je behoeften, niet op basis van een statistische kwantitatieve gelijkheid of iets dergelijks. Kijk, dat jij dat als atheïst, en ik denk dat ik ook wel atheïst ben, de behoefte niet hebt om met een kruis rond te lopen of niet de behoefte hebt om een hoofddoek te dragen, wil niet zeggen dat jij benadeeld wordt wanneer iemand anders in die behoefte wel ingewilligd wordt. Want jij hebt die behoefte niet, dus je kan daar niet in benadeeld worden. Ja, maar ik zou in theorie op basis van mijn levensovertuiging nooit
Als ik bij die sociale verzekeringsbank sta en ik zeg ik ben atheïst en ik wil ook deze uitzondering, dan zou ik nooit dezelfde, strikt binnen mijn levensovertuiging, nooit dezelfde argumentatie kunnen voeren als iemand die binnen een andere levensovertuiging blijkbaar dan de juiste dingen zegt, op grond waarvan die overheid dan zegt van nou, dat bezwaar vinden we dan. Ja. Maar wat is het voordeel wat die andere persoon dan krijgt, terwijl die toch gewoon dat geld moet betalen? Het klinkt voor mij alsof het een cosmetisch pakketje is wat die gelovigen dan aangeboden krijgen. Van nou, oké, we pakken het iets anders in, maar het komt een beetje op hetzelfde neer. Ga maar lekker naar huis en we hebben het geregeld. Dus... Dat is ook waar hoor. Kijk, heel veel van dit soort kwesties zijn heel principieel van aard. Daar gaat het niet om hele concrete, dat iemand inderdaad financieel beter af is. Dat klopt. Maar er zijn ook een heleboel andere voorbeelden. Maar goed, het gaat er in mijn ogen om dat de overheid blijkbaar tegen één deel van de bevolking zegt van nou, jullie overtuigingen, daar zijn deze opvattingen onderdeel van. En zodoende moeten we als overheid daar een ander beleid voor hanteren, andere opties aanbieden. En tegen een ander deel van de bevolking zeggen ze in feite van nou ja, die opvatting hebben jullie niet, dus jullie zullen daar nooit voor in aanmerking komen. Mm-hmm. Kijk, en ik heb geen behoefte aan die gemoedsbezwaarde regelingen, maar ik vind toch heel principieel dat een overheid een afstand moet bewaren ten opzichte van iets wat gewoon in een vrije samenleving hooguit een meningsverschil is tussen burgers onderling. Mm-hmm. Ik geef toe dat is een hele principiële benadering en het gaat niet zozeer per se om hele concrete bevoorrechting van burgers in financieel opzicht. Maar ik zie vaak toch heel veel voorbeelden langskomen waarbij dat ik wel echt het gevoel heb dat die overheid mensen godsdienst toch een beetje voortrekt. Ja. Zullen we, laten we even het voorbeeld van die hoofddoek bij de politieagenten en de kruis bij de politieagenten, laat ik die even als voorbeeld gebruiken om een punt nog iets anders op een andere manier te stellen en kijken of we dan, om uit te leggen wat ik bedoel met het feit wanneer een overheid zo'n verzoek inwilligt, ze dat niet per se hoeven te doen vanuit, want dat zei eigenlijk, ik kan niet ervan uitgaan dat ze dat inwilligen zonder die argumenten serieus te nemen. Je zou denken dat als je een seculiere staat hebt, dat inderdaad politieagenten geen religieuze symbolen zouden moeten vertonen wanneer ze in functie zijn. Ja. Wat mij dan lijkt, is dat je dan alsnog de symbolische waarde van die vertoningen voor die religie juist serieus neemt. Omdat je zegt, dit zegt iets. Maar wanneer je zegt, nou, deze symbolen betekenen voor een staat niks, dan maakt het in principe ook niet meer uit of iemand een kruis of een hoofddoek draagt. Want dan zeg je eigenlijk als staat, deze dingen betekenen niks in de staat, in de wet. Dus of je ze nou draagt of niet, maakt niet zoveel uit, want dit is het uniform. Nou, als bij het uniform hoort dat er bijvoorbeeld geen kettingen gedragen moeten worden, of armbanden of hoofddekkels inderdaad, dan moet je ze ook inderdaad verbieden. Ja. Volgens mij is dat op dit moment niet zo. Dus dat is eigenlijk een beetje een voorbeeld waar ik probeer te zeggen, je kan inderdaad toch toelaten dat iemand religieuze symbolen vertoont, zonder dat je die religieuze symbolen serieus neemt. Misschien zelfs juist omdat je ze niet serieus neemt. Nou ja, ik vind eigenlijk dat die benadering vooral van toepassing is op wanneer mensen gewoon in hun gewone kleding over straat lopen, zeg maar. Dat is gewoon de afstand die de overheid heeft ten opzichte van de samenleving die gewoon in hun eigen vrije omgeving beweegt. Maar het punt is natuurlijk bij een politieagent dat die een vertegenwoordiger is echt van die overheid. Dus die is niet alleen maar gescheiden van die overheid, die is er echt onderdeel van. Mm-hmm. Inderdaad, het politieuniform is een uniform. Hè, die term zegt het al. Daar moet een bepaalde eenduidigheid in zijn.
Dus dan denk ik dat onder die omstandigheden je die symbolen... Ik volg wel wat je zegt hoor, maar ik denk dat die symbolen onder die omstandigheid dan niet geoorloofd zijn. Zoals ook bijvoorbeeld sjaaltjes van politieke partijen dan niet door de beugel kunnen. Omdat dat toch de indruk geeft dat je als je door de politie dan bijvoorbeeld aangehouden wordt, dat je dan met iemand als privépersoon te maken hebt. Terwijl dat niet zo is. Je hebt met een overheidsdienaar te maken. En niet met Piet of Kees die toevallig agent is en in zijn vrije tijd bepaalde politieke of religieuze opvattingen heeft. En het is belangrijk om te beseffen dat ook een uniform en de uitstraling van een agent bij de behandeling hoort. En dan komen we dus terug op die gelijke behandeling. Ik wil van de ene agent dezelfde behandeling krijgen, ook uiterlijk, als van de andere agent. Dus. Maar hoe zit het dan met, ja, je wilt hetzelfde uiterlijk in de zin als in hetzelfde uniform. Dat snap ik. Maar dan is het argument meer niet vanwege de kleding die gedragen wordt, maar vanwege het effect dat het heeft op de mensen die dat uiterlijk zien. Toch? Ja. Ja, het is een combinatie van idee dat je die gelijke behandeling toepast. En dat zodoende alle agenten qua uniform, qua kleding dezelfde uitstraling hebben. En de scheiding van kerk en staat heeft daar betrekking op. Doordat het ook expliciet niet toegestaan is om, wat mij betreft, om religieuze symbolen daarbij te dragen. Dus het is de combinatie van de uniforme uitstraling met de scheiding van kerk en staat. Ja, even dan een zeg maar, soort van controlevraag. Stel je voor dat we in een maatschappij zouden leven waarin mensen voetbal niet zo belangrijk vonden, dat ze sjaaltjes opmerkten wanneer een politieagent het om had. Dus daar geen gevoelens bij hadden, emoties, en ook bij religieuze symbolen geen emoties voelden en dergelijke. Zouden dan deze argumenten die je nu geeft nog steeds overeind staan? Of zou je dan zeggen, ja, blijkbaar maakt het niet zoveel uit? Wat ik dan probeer te zeggen is, heeft dan, als we in een maatschappij leven waarin die dingen niet zo'n effect hebben op mensen, hebben dan de kleur van je sjaal of de kleur van je hoofddoek dezelfde significantie als de kleur van je sokken als politieagent? Laat ik het zo zeggen. Ja, ja wat voor mij echt het punt is, dat zo'n symbool, zo'n kledingstuk beschrijvend is, bepalend is voor een bepaalde opvatting van zo'n politieagent. Dus als je uit dat kledingstuk of dat symbool kan aflezen, die persoon staat zo en zo in het leven, die persoon kijkt zo en zo tegen dingen aan. En belangrijk is ook dat maar één perspectief is, dat mensen ook in vrijheid in de samenleving anders tegen het leven aan moeten kijken. Dan is voor mij eigenlijk dat principe geschonden. Ja. Dus ja, je zou kunnen zeggen dat het niet zoveel met mensen doet. Ja, dat kan een rol spelen, maar dat is voor mij nog niet genoeg, zeg maar. Het gaat echt om, kan ik aan een agent, aan zijn kleding zien wat zijn opvattingen zijn, politiek of cultureel of religieus, noem maar op. Oké. Volgens mij hebben we nu alle drie dingen besproken, toch? Of was er nog een vierde? We hebben het gehad over onderwijs. Ja, kijk, ik kan nog wel noemen dat we als partij natuurlijk niet ons alleen maar met deze kwestie bezighouden. We hebben op zich ook een breed programma over sociaal-economische thematiek. We zijn een partij die heel erg, ook omdat we heel erg waarde hechten aan wetenschap en wetenschappelijkheid, zijn we bijvoorbeeld heel erg actief om klimaatverandering tegen te gaan. Dus we zijn een hele groene partij, zeg maar. We vinden het belangrijk dat er veel ingezet wordt op duurzame energiebronnen. Mm-hmm. Sociaal-economisch zijn we een beetje links. Dus een beetje socialistisch, sociaal-democratisch. Dat is een beetje, we hebben daar een beetje ons eigen profiel in. En het verschilt ook per kwestie hoe we daarover denken. Maar over het algemeen zijn we voor meer belastingen en een grotere overheid, noem maar op. Weet je wel? Dus
En waarom zijn jullie dan niet, laat ik het even dan heel scherp zetten, waarom zijn jullie dan niet gewoon onderdeel geworden van een SP of een GroenLinks of een PvdA? Ja, dat is een goede vraag. En dat, misschien dat ik dat ook een beetje kan combineren, dat antwoord met hoe ik zelf ook een beetje zoekend ben geweest als, als atheïst naar een geschikte politieke partij. Omdat we dus vooral lokaal meedoen, ben ik tussen bij landelijke verkiezingen, moet ik dus inderdaad ook kijken naar welke partij het meest geschikt voor mij is. En mijn bezwaar is eigenlijk altijd geweest, en dat heeft wat meer betrekking op de ene partij dan op de andere, moet ik zeggen. Maar mijn bezwaar is altijd geweest dat de partijen die ik dan aantrekkelijk vind aan de linkerkant, dat die toch in toenemende mate of zelf ook een voor een deel religieus zijn. Denk aan GroenLinks is een fusiepartij die ook bestaat uit de Evangelische Volkspartij. En je ziet zodoende dat bij al die partijen er een soort... Ja, toch een soort religieuze achterban is of een soort religieuze identiteit in zit, deels. En daardoor zie je dat die partijen eigenlijk wat minder uitgesproken zijn in dat echt seculiere en vooral dat atheïstische, zeg maar. En je kunt bijvoorbeeld wel zeggen dat een partij zoals D66, hè, die heel erg op de SP of de SGP ingaat. Dat zou dan nog een partij zijn waar je misschien nog het meest terecht kan. Maar ja, dat zijn partijen die dan voor mij ook dan wel weer negatief uit de hoek komen op het moment dat, om een voorbeeld te noemen, dat Alexander Pechtold bij Pauw zit. Dat is in 2016 was dat. En dat hij dan zegt van ja, de dat hij vindt dat de wetten in Nederland gebaseerd zijn op de 10 geboden. Weet je wel, dus dat ik zie bij die partijen toch vaak dat ze af en toe een beetje religieus uit de bocht vliegen, zeg maar. Maar Alexander Pechtold bedoelde dat de grondwet afgeleid is van de 10 geboden. Dus hij bedoelde dat in positieve, dat is geen kritiek wat hij gaf. Nee, maar ja, ik denk dat een uitspraak is. Dat was geen... Precies. Ja, dat was misschien handig om de context een beetje bij te vertellen. Dat was een uitzending waar het ging over, ook vond ik heel interessant, over de vraag in hoeverre je het gerechtvaardigd is om kritisch te zijn op bijvoorbeeld heilige geschriften. Want Ron Pauw die had in een uitzending daarvoor gezegd dat hij vond dat de heilige boeken toch voornamelijk dat er gif in zit in de heilige boeken. Zodoende was er een uitzending daarna gekomen waarin ze een aantal ook christelijke gasten hadden uitgenodigd, spreken, predikanten en zo. Omdat het toch een beetje te nuanceren, zeg maar. En Alexander Pechtold wilde die mensen denk ik een beetje een soort hart onder de riem steken of zo. En die zei toen van, nou ja, we hebben toch, die wilde eigenlijk zeggen van, nou ja, we hebben ook wel onze wet een beetje te danken aan het christendom of zo. En dat verwoordde hij dus op die manier door te zeggen dat het gebaseerd was op de 10 geboden. Maar ja, dat ik denk dat een uitspraak is die toch blijk geeft van het feit dat je twee dingen. Ten eerste dat je de seculiere wet in Nederland veel te veel toeschrijft aan de invloed van het christendom. Waar echt zeker vandaag de dag heel veel op af te dingen valt. Omdat we natuurlijk heel erg ontkerkelijk zijn. En ook bijvoorbeeld juist dankzij deze 60 abortuswetgeving hebben we fatsoenlijke euthanasiewetgeving. En dat zijn zaken die toch een beetje haak staan op die christelijke invloed. Maar bovendien is het zo dat de 10 geboden ook inhoudelijk haak staan. Op onze wetgeving. Ik heb daar ook op Twitter een draadje aan gewijd, al een tijd geleden, waarin ik benadrukte dat daar waar de 10 geboden aangeven, bijvoorbeeld van dat je geen andere god zal aanbidden en zo, en dat je geen uitingen, geen afbeeldingen mag maken van God. Dat staat natuurlijk haaks op het feit dat we in Nederland gewoon godsdienstvrijheid hebben en dat mensen dat wel degelijk mogen doen.
Dus ja, ik vond dat dat een voorbeeld was van, ja, dat is een begrip wat ik veel gebruik, dat heet theonormativiteit. Dat is dus het idee dat godsdienst een soort bijzondere status heeft in de samenleving. En ik vind dat een uitgesproken seculiere partij dat een beetje moet bestrijden. Dat soort uitspraken van bijvoorbeeld Pechtold, die geven dan toch voor mij de indruk dat hij zelf ook een beetje toch in die theonormativiteit zit. Ja, en je merkt dus dat dat er maar weinig partijen zijn of politieke partijen zijn in Nederland die dat seculiere uitdragen en die de theonormativiteit willen bestrijden. Ja, precies. En daar ook principieel in zijn en ook... De bereidwilligheid hebben om met regelmaat bij actuele kwesties dat in te brengen. Ik merk dit ook echt wel in de media, dat er soms echt een heel gebrek is aan die seculiere religiekritische kijk op de zaken, weet je wel. Dus ik merk wel echt een gat in het politieke landschap voor die specifieke zienswijze. Mm. Ja. En dat maakt dus dat ik meestal wel gewoon op die partijen stem, omdat ik dat om andere redenen belangrijk vind, hoor. Kijk, D66 is natuurlijk heel van onderwijs. En ik heb ook bijvoorbeeld wel op de SP gestemd wanneer, dat was toen met die bezuinigingen, dat de zorg heel erg onder druk stond. Ja, toen vond ik weer dat de SP daar heel goed in naar voren kwam. Dus ik zweef een beetje tussen die linkse partijen in, zeg maar, en of centrum, linkse centrumpartij, zweef ik een beetje in. Omdat ik ze natuurlijk wel op heel veel sociaal-economische thema's steun, zeg maar. Maar in mijn ogen zijn ze niet helemaal ideaal op dat atheïstische, op dat seculiere, zeg maar. Ja. Ja. En wat vind je dan, dat is misschien wel een leuke vraag, wat vind je van de uitspraak dat we veel van onze ideeën of veel van het westelijke denken te danken hebben aan de joods-christelijke traditie? Dat zien we natuurlijk bij Jordan Peterson, zien we dat veel terugkomen. Bij FPD heeft het natuurlijk heel vaak over. En ik denk dat SGP en CU dat ook wel over gehad hebben. Ik denk dat evident is dat fout is om te zeggen dat onze huidige seculiere en maatschappij één op één afgeleid is van het joods-christelijke denken. Maar is er wat voor te zeggen om te zeggen dat daar de kern geweest is? Dat het joods-christelijke denken de kern geweest is om de individu centraal te stellen boven hiërarchieën en dat soort dingen? Ja, nou ja, kijk, het kan ook geen kwaad om wel te onderschrijven dat het christendom natuurlijk in onze samenleving heel, heel dominant is geweest lange tijd. En ja, dan is het natuurlijk onmogelijk dat geen enkele invloed heeft gehad. Dus ik ben er voor een deel wel, erken ik dat wel. Maar ik denk dat tegelijkertijd dat die duiding toch een beetje miskent dat we in de meest recente tijd wel echt ook wel af zijn geweken van typisch christelijke denkbeelden. Ik noemde al abortuswetgeving, euthanasiewetgeving. We hebben de emancipatie van vrouwen gehad. Ik denk dat we eigenlijk vandaag de dag veel meer in een soort post-christelijke humanistische tijd zitten. Met progressieve waarden die veel meer toe te schrijven zijn aan dat humanisme. Dan dat we echt nog heel erg dingen te danken hebben aan die christelijke manier van denken. Dus ja, ja. Ik denk ook vaak wel dat het voor die denkers die daar heel uitgesproken in zijn om dat te beweren, een uitingsvorm is om daarmee toch hun persoonlijke voorkeur voor dat christendom als gedachtegoed uit te dragen, weet je wel. Dus ik vraag me altijd af of het echt een soort objectieve beschrijving is van hè, de invloeden die aan onze politiek ten grondslag liggen. Dan dat het echt een manier is vooral een persoonlijke loyaliteit aan het geloof daar een beetje mee te duiden. Ja. Ja. Nou, er zijn redelijk. Er zijn ook denkers die argumenteren voor het feit dat het idee van de westerse wetenschap zelfs
vanuit christelijke overwegingen ontstaan is. Charles Taylor in A Secular State heeft daar een heel lang traktaat over. Over dat eigenlijk op een gegeven moment verandert in het christelijke denken het idee dat God een soort van constante kracht op de wereld heeft. En constant invloed uitoefent. Dat verandert. En dat wordt meer het idee van een klokkenmaker. God heeft één keer de wereld aan elkaar gezet en nu klakt het voortdurend door. En van daaruit bestaat het idee dat ons doel is om de wereld in zijn mechanische werkingen zoals God dat in elkaar gezet heeft te leren. Dat ons plicht is eigenlijk op deze wereld. En dat daar, vanuit daar dus het begin van de moderne wetenschap start. Het klinkt alsof daar wel iets voor te zeggen is. En ik denk dat dat wel, dat je dat ook wel kan erkennen, dat vanuit een soort van liefde voor God, ook het idee van het belang van kennis van de wereld, zonder dat je daar God in betrekt, naar voren kan komen. Maar ik denk dat we ook niet moeten vergeten dat heel veel van wat daaruit voortgekomen is, veel dogma en bijgeloof, waar dat voorheen aangenomen werd, juist ontkracht is. Dus het kan zijn dat iets voortkomt uit iets wat zijn voorganger juist de legitimiteit van zijn voorganger juist kapot maakt. Ja. En om dan dus te blijven hameren op, ja maar joods-christelijke traditie en bla bla, is denk ik ook een beetje uit het oog verliezen dat we daar ook heel ver vanaf zijn gekomen, zoals je eigenlijk al zegt. Ja, en bovendien, kijk, wat ik me altijd afvraag bij die manier van denken is, hadden die wetenschappers dan in een hypothetische wereld waar die godsdienst geen rol speelde, niet diezelfde wetenschappelijke drive gehad? Kijk, ik geloof wel dat voor een wetenschapper een drijfveer kan zijn om dingen aan het geloof toe te schrijven en dan te zeggen van op grond daarvan vind ik het goed om meer te weten te komen over de wereld. Maar ik denk dat daar uiteindelijk toch gewoon vooral de menselijke nieuwsgierigheid een rol speelt. En je ziet dat wel vaker dat bepaalde dingen toegeschreven worden aan het geloof. Waarvan ik denk van nou ja, dat is gewoon een menselijke eigenschap. Hè? De naaste liefde en barmhartigheid, dat zijn natuurlijk heel sterk religieuze begrippen. Maar je kan ook zeggen van nou ja, het is gewoon het menselijk altruïstisch vermogen om om te geven om je medemens. En nou ja, de gulden regel dat je een ander niet wil aandoen wat je zelf niet wil toekomen. Dat zie je in heel veel verschillende religieuze stromingen en culturen terugkomen. En ja, dan denk ik dus dat het eigenlijk veel, veel realistischer is om dat toe te schrijven aan de mens, aan het menselijke vermogen om intelligent over dingen na te denken en altruïstisch en nieuwsgierig te zijn. Hoe ga je dat wetenschappelijk toetsen? Nou ja, ik denk dat dat een beetje voortvloeit, wat ik al zeg, uit het feit dat je ziet dat als je die specifieke religieuze invloeden wegdenkt, en dat kunnen we tot op zekere hoogte, omdat we natuurlijk plekken in de wereld hebben waar bijvoorbeeld het christendom ook historische zin helemaal geen belangrijke rol gespeeld heeft, dat je ziet dat ook daar wel bepaalde wetenschappelijke culturen kan bestaan. Hè? Ook in het Verre Oosten, in China, daar hebben ze ook wel belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen gedaan. En in China zijn ze een hele grote telescoop aan het bouwen. Weet je wel, daar heerst ook wel een soort wetenschappelijke cultuur. Dus ik denk dat de realiteit eigenlijk aantoont dat een menselijk eigenschap is. En niet zozeer iets wat door heel erg sterk door het geloof gepromoot. Ja. Dat neemt dus niet weg dat mensen wel persoonlijk in het geloof een drijfveer kunnen hebben. Ja. Maar ik denk niet dat het geloof echt de enige factor is. En dat je dat als dat er niet zou zijn geweest, dat we dan allemaal bij wijze van spreken in de steentijd nog hadden geleefd. Nee. En als je dan de primaire bron van die positieve ontwikkelingen dan bij menselijke eigenschappen zet,
waarom zou je dan niet de primaire ontwikkeling van die negatieve bronnen ook bij de menselijke eigenschappen zetten in plaats van de religieuze eigenschappen? Ja, dat is een hele goede vraag. En ik krijg dat ook wel vaker in discussies met gelovigen. Wordt dat een beetje, komt dat terug? Ik denk dat het verschil is dat ik voor vaak van die negatieve eigenschappen heel erg die opvattingen kan terugvinden in heilige geschriften. En voor mij zijn die toch gewoon definiërend voor wat het geloof is. En die positieve eigenschappen, die zie ik dus juist weer heel erg onafhankelijk van het geloof ontstaan. Dus hè, we hadden in het begin van het gesprek dat voorbeeld van die homofobie, zeg maar. Die intolerantie naar homoseksualiteit toe. Ja, je ziet eigenlijk dat alle verschijningsvormen in de wereld. Hè, we hebben ook bijvoorbeeld de Braziliaanse president die zei van, nou ja, ik heb liever een dode zoon dan een homofiele zoon. Weet je wel, als je kijkt naar waar dat zich voordoet en je legt vervolgens het plaatje van hoeveel speelt het geloof in die landen een rol, ook in de politiek. Ja, dan zie ik daar grote overeenkomsten in. En zodoende ben ik meer geneigd dat toe te schrijven aan dat geloof. Terwijl als je kijkt naar wetenschappelijke cultuur en nieuwsgierigheid en liefdadigheid, dan zie ik dat eigenlijk ja, over de hele wereld wel, het varieert wel hier en daar een beetje. Maar ik kan niet in dat geval niet duidelijk zien dat naadloos inpast in ook de mate van religiositeit in de samenleving. Ja. Dus je ziet altruïsme zie je zowel uit religieuze bronnen als atheïstische bronnen voortkomen. En, meer uit menselijke bron. En mensen kunnen daar best als verklaring voor leveren. Maar ik denk dat in de basis het gewoon simpelweg onze intelligentie is. En het vermogen om leidersweg in een ander te zien. En te begrijpen dat wat we zelf graag willen. Kwaliteit van leven en gelukkig zijn. Dat zodoende ook voor een andere mens waardevol is en dat je misschien als mens dus je best moet doen om dat voor andere mensen ook te bewerkstelligen. Ja. Ik denk dat het een redenatie is die volledig buiten levensbeschouwing kan plaatsvinden, die overweging. Maar die negatieve aspecten van het mens zijn zie ik ook wel los van religieuze bronnen ontstaan. Sterker nog, als we kijken naar ik weet niet of dit geschiedenis volledig klopt, maar volgens mij zijn we er enigszins zeker over dat het klopt. De Neandertalers of de Homo sapiens vermoorden de Neandertalers uit voordat überhaupt een conceptie van religie begon. Dus zulke genocidale tendensen hadden we al voordat we een idee van religie hadden. Alhoewel ik niet kan zeggen dat het klopt. Dus wat ik wil zeggen, wat je zegt is, ik zie die negatieve aspecten vooral bij religieuze teksten terugkomen. En de positieve aspecten zie ik ook los van die religieuze teksten komen. Maar ik zie ze allebei overal voorkomen. Ja, maar kijk, ik beweer ook niet, dat is misschien belangrijk, ik beweer ook niet dat het geloof het monopolie heeft op alle negatieve eigenschappen van de mens, hoor. Dat, het is niet zo dat als het geloof niet meer bestaat, dat we dan een soort perfect harmonieuze wereld leven. Nee, uiteraard kunnen mensen ook als mens, hè, mensen zijn ook wel soms wel heel egoïstische wezens, weet je wel. Je hebt met dat hamstergedrag gezien dat onder de juiste omstandigheden mensen heel erg egoïstisch kunnen zijn. Dat heeft natuurlijk niks met levensbeschouwing te maken. Het punt is dat ik vind dat het geloof soms als een soort katalysator werkt in bijvoorbeeld die onverdraagzaamheid naar homoseksualiteit toe. Het is dus niet zo dat de mens dat zonder het geloof niet zou hebben. Maar je ziet duidelijk dat die denkbeelden ten eerste dus terug te vinden zijn in religieuze bronnen. En zodoende dat er een patroon ontstaat waarbij de fanatiekst geuite vormen daarvan, ook in combinatie met politiek, toch godsdienst als gemene deler hebben. Zo. Mm-hmm. Mm-hmm. En een van de problemen wat je ook terug kan zien in zulke religieus georiënteerde groepen is dat de meest fanatieken het ook vaak zullen winnen van de minder fanatieken, omdat die een bepaalde autoriteit kunnen verlenen aan zulke dingen. Ja, precies.
Het enige waar ik mee zit is dat je zegt dat katalysator, dat de religie vaak een katalysator is van negatieve tendensen, maar het is ook vaak een katalysator van barmhartigheid. Dus het punt is dat ik de eigenschap niet volledig bij religie zou willen zeggen of het nou om goede dingen of om slechte dingen gaat bij mensen, maar zoals je eigenlijk ook al deed bij de menselijke natuur. Of menselijke aarde, menselijke natuur. En inderdaad, er zorgt religie voor een soort van augmentatie die kan corromperen, maar die ook kan goed doen. Ja, ik denk dat punt is dat ik wilde maken. Maar goed. Ja, kijk, dat klopt ook wel. Ook dat ontken ik niet. Dat het geloof ook wel, wat ik al zeg, een drijfveer kan zijn voor goede daden. Maar kijk, wat voor mij wel het belangrijkste is, is dat godsdienst natuurlijk wel de pretentie heeft dat een soort morele zuiverheid heeft. En ja, op het moment dat je toch die negatieve eigenschappen daar dan ook in terugziet. Ja, dan, kijk, ik ben natuurlijk als buitenstaander niet zozeer geïnteresseerd in de positieve eigenschappen. Weet je wel, als een bedrijf als Shell zegt van, nou ja, we hebben weliswaar een slechte invloed op het milieu, maar we hebben elke dag voor onze medewerkers vers fruit in de bedrijfskantine. Ja, dan zeg ik als buitenstaander ook van, ja, dat is leuk, maar dat is niet waar ik als buitenstaander belang bij heb. Hè? Dus dat ik vooral kritisch kijk naar het geloof, dat vloeit ook een beetje voort uit het feit dat ik als buitenstaander daar zo naar kan kijken. Ja, dat is een interessant punt inderdaad. Je hebt natuurlijk als buitenstaander inderdaad een andere belang bij het kijken naar religies dan iemand die daar binnenin zit. Ik moet hier ook bij denken aan een gesprek dat Sam Harris had met... Was het dan met Jordan Peterson of was het met Eric Weinstein? Ik weet het niet precies, maar waar het in ieder geval om ging was... Dat volgens mij was het met Eric Weinstein, dat hij zei dat het Jodendom door de eeuwen heen een goede manier had gevonden om de slechte passages of de negatieve passages of de wat moeilijkere passages uit de Torah buiten werking te stellen. En dat een heel interessante manier is waarop religie zich ontwikkelt. En Samus had natuurlijk de beste antwoord die je daarop kunt hebben, dat die zei, zou het niet veel beter zijn als die passages er helemaal niet in gezeten hadden? Of eruit gehaald worden. Huh? Of eruit gehaald worden. De reden dat ik hieraan moest denken, inderdaad, dat je zei dat religies natuurlijk een pretentie van zuiverheid hebben. En dat natuurlijk niet. Dat klopt niet. Het zijn menselijke geschriften die in de geschiedenis geschreven zijn, die natuurlijk niet een zuiverheid kunnen hebben. En daar moeten we meer aandacht voor hebben. En voor oppassen dat die onzuivere onderdelen niet de boventoon nemen. Ik denk dat dat een rol is die jullie willen spelen met jullie politieke partij. Ja, precies. Nou ja, ik geloof er ook in dat mensen een beetje de baas moeten zijn over hun eigen levensovertuiging. Ik denk dat je ziet vaak dat bij geloofsovertuigingen toch mensen het belangrijk vinden om zichzelf daar ondergeschikt aan te stellen. Terwijl ik denk dat het juist heel, heel waardevol kan zijn als gelovige op het moment dat je zelf daar goed het kaf van het koren kan scheiden. En dat, ik maak wel eens een vergelijking met een tuinman die juist zijn liefde voor zijn tuin betoont. Door niet alleen maar mooie planten er neer te zetten, maar ook dat de bereidwilligheid om dat onkruid te willen wieden, zeg maar. Dus, ik denk dat we ook in de wereld een beetje toe moeten naar een cultuur waarin gelovigen bereid zijn om die slechte onderdelen en passages, nou ja, misschien wel op een heel fundamenteel niveau uit dat geloof te halen. Kijk, want het is natuurlijk voor gelovigen staat het ze vrij om in hun interpretatie daar geen aandacht of waarde aan toe te schrijven. En dat is al natuurlijk heel sympathiek. Maar ik denk dat er wel echt fundamentele hervormingen van het geloof nodig zijn. Zoals bijvoorbeeld de verlichting bij het christendom. Om echt dat patroonmatige daaruit te halen. Want daar waar jij als gelovige wellicht op individuele basis zegt van, nou ja, die homofobie, daar heb ik ook niks mee. Daar laat je natuurlijk wel in potentie een geloof, wat dus ook in schriftvorm bestaat,
voor komende generaties die in potentie nog steeds wel die denkbeelden daar in tegenstelling tot jou uit kunnen halen. Dus daarom is er een belang ook door generaties heen om dat geloof ook op fundamentele niveaus te ontwikkelen. En ik hoop dat geloof we daartoe bereid zijn of worden. Ja, mooi. Je zijn een landelijke partij. Waar kunnen mensen jullie vinden als ze interesse hebben? Ja, nou ja, we hebben een website. We zijn bezig trouwens met een nieuwe website. Dus de bestaande website die ziet er nog een beetje gedateerd uit, moet ik eerlijk zeggen. Maar het is asp-politiek.nl. En we zitten ook op Twitter, ASP Nederland. Mensen kunnen ook jou volgen, hè? Ja, precies. Ja, als je van mij volgt, dan af en toe dan verwijs ik wel een beetje naar hoe de actualiteit ook slaat op elementen uit ons partijprogramma en dergelijke. Dus dat is denk ik het makkelijkst voor mensen om mij gewoon te volgen. We zijn best wel op zoek naar nieuwe leden. We zijn dus inderdaad wel een landelijke partij, maar omdat we een beetje beperkte middelen hebben, kunnen we ons eigenlijk alleen maar concentreren op de gemeenteraadsverkiezingen. Maar ja, idealiter zouden we natuurlijk een gemeenschap van leden ook willen opbouwen, zodat we ook landelijk in de politiek actief kunnen zijn. Weet je, al is het maar één zetel, weet je, ik mis dat ontzettend. Ik heb dat ook recent op Twitter gezegd. Ik mis het ontzettend dat er niet minstens één zetel in de Tweede Kamer is van een echt uitgesproken ATS die bij die interruptiemicrofoon kan staan en soms juist die perspectieven inbrengt tegen wat er dan ook ter sprake is gekomen in de Tweede Kamer. En dat zouden wij kunnen zijn, maar daar hebben we wel veel meer steun en leden voor nodig. Ja.